Wat is uw toekomstdroom voor Sliedrecht? Er komt veel op ons dorp af. We gaan meer woningen bouwen. De samenleving vergrijst. We stappen over op schone energie. En er gaat nog veel meer veranderen. Daarom werkt de gemeente Sliedrecht de komende tijd aan een omgevingsvisie. Daarin schrijven we op wat onze plannen voor de toekomst zijn. Om te weten waar je naartoe wilt, is het belangrijk om te weten waar je vandaan komt. In 1421, tijdens de Sint-Elisabethsvloed, verdween het Sliedrecht dat toen nog aan de overkant van de Merwede lag. Veel dorpelingen gingen toen aan de andere oever van de rivier wonen. Zo ontstond het Sliedrecht van nu. De inwoners van Sliedrecht werden baggerspecialisten, doordat ze hun eigen dijken onderhielden. Onder aanvoering van Adriaan Volker groeide Sliedrecht uit tot een bekend baggerdorp. Bedrijven uit Sliedrecht worden overal ter wereld gevraagd voor baggerprojecten. Met het aanleggen van een spoorlijn en later de A15 groeide Sliedrecht uit tot een dorp met meer dan 25.000 inwoners. En het dorp groeit nog steeds. Met de wijk Baanhoek West wordt inmiddels het laatste stukje ten zuiden van de A15 bebouwd. Mensen vinden het nu fijn wonen en werken in Sliedrecht. Maar hoe zorgen we dat dit zo blijft? Hoe behouden we de voorzieningen? Hoe moet dat straks zonder aardgas? Hoe blijven we bereikbaar? Kortom, wat voor gemeente willen we zijn? In de omgevingsvisie geven we antwoord op die vragen. En we hopen dat u met ons wilt meedenken. Wat is uw toekomstdroom voor Sliedrecht?